Welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een cadeauvideo van wat ik gisteren mag kregen met kerstavond. En het zijn aardig wat leuke, goede cadeaus. Dus die wil ik graag met jullie delen. Dus ik ga maar gewoon van het bovenaan tot onderaan beginnen. Het is niet per se het minst leuke van het naar het leukste. Het is gewoon hoe ik het praktisch heb neergelegd, want anders past het niet op de kruk. Dus dat laten we maar gewoon beginnen met het bovenste. Ik heb deze hamburgerpakjes gekregen van mijn zusje. En dat zijn echt mijn favoriete snoepjes. Die stonden ook op mijn verlanglijstje. Maar ik vind dat de lekkerste snoepjes die er zijn. En dat eigenlijk. Ik weet verder niet zo goed wat ik erover moet zeggen. En ik heb een slaapmasker gekregen. Ik weet niet of ik hem echt ga gebruiken. Maar misschien wel een keer in de video. Of als ik een keer een blindfold challenge ga doen. Nu heb ik twee. Want ik had eentje met roze met mooie bloemetjes. En ik heb dan nu ook deze. En er staat op Wake Me When It's Friday. En deze heb ik volgens mij van mijn vader gekregen. Denk ik. Of mijn moeder. Ik weet niet. Het is niet duidelijk van wie ik alles heb gekregen, zeg maar. Maar in ieder geval deze. En gewoon super schattig. Dus ik bedoel, mijn moeder vroeg ook echt aan mijn zusje van dit dragen ze toch? En toen zei mijn zusje ja. Dus dat. Ik heb ook, deze heb ik volgens mij wel van mijn vader gekregen. Stiften. Het zijn van die twin markers. Dus de ene kant is een dikke stift. De andere kant is een dunne stift. En dat zijn in de kleuren. Het zijn blauwe, groenige kleuren, zeg maar. Echt super mooi. Dus dat eigenlijk. En ik had deze kleuren nog niet. Ik heb wel een hele pak met veel kleuren. Maar deze kleuren kan goed van pas als ik een keer een zeetekening of zo ga maken. Maar het nadeel wel aan deze stiften is dat ze heel erg doordrukken. Dus als je het zonde vindt om een kleurblad te maken waar je het, of te tekenen waar je dit doorheen ziet, dan kan je beter andere stiften gebruiken. Ik vind het persoonlijk niet zo erg. Maar goed, mocht je het vervelend vinden, dan zal ik andere stiften kopen. Dan heb ik ook voor mijn zusje Mikado sticks gekregen. Met Deemsmaak. En het zijn van die zouten stokjes met chocola en zo. Dus er zitten wel wat veel calorieën in. Maar oprecht best wel veel. Maar goed, deze. Dan heb ik iets gekregen waar ik ook heel blij mee ben. Dit is, even kijken. Een Star is Born. Ik heb een Star is Born gekregen. Ik had niet verwacht dat ik deze zou krijgen. Maar ik heb hem eindelijk. En ik ben er zo blij mee. Het is dus een Blu-ray. En dat is wel anders dan een DVD. Maar goed, dit is zeg maar degene versie die in de bioscoop draaide. En die op Netflix is toch waarschijnlijk iets korter, denk ik. En het geluid is anders, zie ik. Maar deze eigenlijk, ik ben hier zeer blij, want die stond echt heel hoog op mijn lijstje. Echt heel hoog. Dus ik ben hier gewoon zo blij mee. Dus ik kan niet wachten tot ik deze eindelijk kan kijken op Blu-ray. Want ik heb hem wel op Netflix al een paar keer gezien. Maar top. Dan heb ik iets wat ik in de vlog heb laten zien gekregen. Eigenlijk, ik heb het wel. Ik wist dat ik dit zou krijgen. Maar ik heb hem zelf uitgekozen. Want ik kreeg een kerstpakket van mijn werk met een kerstboom. En een briefje in waar ik via een bepaalde site mijn eigen cadeau uit kon kiezen. En daaruit heb ik een kookboek gekocht van Jamie Oliver. En dat is het vegetarische kookboek van hem. Die is vrij nieuw. En er staan echt hele leuke recepten in. Bijvoorbeeld zoals deze. En deze. En het trekt zo lekker de nieuwe boeken. Er staan 116 recepten in. En er staan ook heel veel tips in. En er staat echt van alles. En nog wat staan daarin. Maar bijvoorbeeld ook over vetten en zo. En ook heel veel over voeding en tips en zo. En weet je wat nou zo leuk is aan de recepten? Er staat onderin ook hoeveel calorieën en vetten en zo je binnenkrijgt. Dat is wel weer nice. Dus stel, ik zou de Franse knoflookbroodsalade eten, dan krijg ik 703 calorieën binnen. Dus ja, dit boek, daar ben ik oprecht ook heel blij mee. Ik heb mezelf uitgekozen. Dus ik kan niet wachten tot ik deze kan gebruiken. Want ja, dus ik ben echt wel heel erg fan van Jamie Oliver. Echt al sinds dat ik een jaar of 12, 13 ben volgens mij. Dus best wel een tijdje al. Dus deze. En dan heb ik nog een kookboek gekregen. Deze heb ik van mijn vader gekregen. Het is ook een vegetarisch kookboek. Want ik vind dat gewoon toch wel het leukst om te maken en zo. Maar ook gewoon, ik weet niet.
leuker of zo. Maar er staan heel veel salades in. En falafel, wat staat er ook in. En ook nog balletjes van bieten gemaakt. Hartige poffertjes. Dus ik kan ook niet wachten tot ik deze kan gebruiken. En hier staan 50 recepten in. En ik vind de kaft ook heel erg leuk, zeg maar. Ik vind dat echt een mooie cover. Dus ja, ben ik ook blij mee. Dan heb ik nog twee boeken gekregen. Waarvan ik ook gelijk gisteren een nieuwe bestelling over heb geplaatst. Ik heb, even kijken, deel 7 en deel 5 gekregen. Wel in het Engels, dus het klopt niet helemaal met mijn reeks. Want ik heb 4 boeken in het Nederlands. En deze zijn dan in het Engels. Maar ik ga ze gewoon verder sparen in het Engels. Omdat ze niet meer verder in het Nederlands vertaald zijn. En anders kan ik ze altijd nog wel weer in het Nederlands kopen. Als ze ooit vertaald gaan worden. Maar goed, deze. En ik heb gisteren deel 6 en deel 8 besteld. Zodat ik in ieder geval wel door kan lezen. Want anders heb ik er nog niet zoveel aan. Dus deze. Deze heb ik nu. En ik ga daar vanaf, denk ik, wel eentje vast lezen. Want ja, ik hou gewoon van die boeken. Het is echt mijn favoriete boekenreeks. Ik dacht dat Harry Potter mijn favoriet zou zijn. Maar ik vind de boeken van Lemony Snicket gewoon ook veel... Ik vind die gewoon persoonlijk veel leuker. Want het is meer... Het zijn echt kinderboeken, zeg maar. Dus deze zijn wel in het Engels. Maar het punt 1, de letters zijn niet zo klein. Zoals bij Harry Potter. Je zou denken dat Harry Potter kinderboeken zijn. Maar het is zo'n moeilijke taal. In het Engels dan, hè. Maar in het Nederlands kan ik ze prima lezen, maar in het Engels vind ik het echt best wel moeilijk. En dit zijn gewoon kinderboeken, dus dit kan ik makkelijk lezen. Ik denk dat ik dit echt heel snel uit ga hebben. Dus dat. Maar deze boeken zijn ook gewoon heel spannend en Harry Potter vond ik soms een beetje slaapverwekkend. Dus behalve dan de films en zo, die vind ik goud. Maar oké. Okay. Dan heb ik ook nog shampoo gekregen van Playboy. Dat eigenlijk. En die heb ik van mijn zusje gekregen. Gaan we even ruiken. Hij gaat heel moeilijk open. Dat is wel. Hij ruikt zo lekker. Het ruikt een beetje naar... Ja, Black Cherries scent. Ja, het ruikt heel erg naar... Ja, inderdaad, wel naar die geur. Maar goed. Ja, super lekker. Ik heb nog genoeg shampoo die ik op moet maken. Maar dit ga ik de volgende keer gebruiken. Omdat ik deze lekker vind. Dan een palm olive... gewoon amandelspul. Dat is ook lekker, maar dit vind ik dan toch... Dit is meer mijn ding. Dus... dat mochten jullie trouwens... Ik ben verjaardag, is een grapje. Ik kan zeggen, mochten jullie trouwens iets bij mijn verjaardag op willen sturen... Nee, grapje. I'm just kidding. Maar mocht je het willen, let me know. Dan stuur ik even mijn gegevens. Want dan kan je wat opsturen. Maar het is niet verplicht. Nee, I'm just kidding. Nee, kijk. Ik ga niet zo zijn zoals die YouTubers. Ja, wil je met kaartjes opsturen? Dat is in mijn adres. Nee, ik ben niet zo desperate. Ik bedoel, dit is een hobby. Ik verwacht niet dat mensen iets naar me opsturen. En zo is dat ook iedereen waar ik woon. Dus dat is niet zo'n goed idee. Dus dat. Of ik ga maar een lokale Albert Heijn laten brengen. En dat ze dan... Hè? Maar goed, dat zie ik dan wel. En dan het ene laatste cadeau wat ik heb gekregen is een spelletje. En het heet Ticket to Ride Londen. En ja, ik ben heel erg... Als kind zijn de Londen altijd fantastisch. Ik ben heel erg benieuwd naar dit spel. En je kan dit met 2 tot 4 personen spelen. Dus dit. Ik ben heel benieuwd naar het spel. Want ik heb wel Ticket to Ride, de gewone versie, zeg maar. De originele versie. En nu heb ik nog een ander deel daarvan. Dus dat. En ik heb een puzzel gekregen van Harry Potter. En deze is echt hoog op een lijstje. Echt heel hoog. Trace trouwens ook. Dus ik ben wel, denk ik, meest blij met deze twee. En met deze. Maar ik weet dat deze heel erg duur was. Hij was echt heel duur. En ik heb ook begrepen dat het in tijd uit de handel was. Want ja, hè, het is toch wel een pittig, moeilijk, grote puzzel. En ik denk dat veel mensen Harry Potter echt fantastisch vinden. Maar goed, ik ga hem binnenkort maken. Misschien ga ik het zelfs mevrouw mijn oud en nieuw vlog laten zien. Ik weet het niet, misschien ga ik morgen wel aan beginnen. Maar Ik ben echt heel blij met deze. Ik ben echt zo heel erg blij met alles. Maar ik ben wel echt super blij met deze. Want deze stond heel erg op mijn lijstje. Want ik weet toen nog dat ik naar een markt was geweest. Hier in de buurt. En toen hadden ze deze ook op die markt staan. Maar dat was ook heel duur. Toen heb ik hem niet gekocht. Want ik was aardig blut. En ik heb hem gewoon voor kerst gekregen. En weet je wat scheelt? Ik ben twee maanden daarna jarig. Dus... Ik ben over 6 weken word ik 19. Dus ik heb zeg maar een online verlanglijst gemaakt.
Zodat ik het naar iedereen kan sturen waar ik graag een cadeautje van wil. En dat is super handig, want dan kan ik even ook nog afchecken wat ik al gehad heb. En ik heb nu mijn lijst veel kleiner gemaakt, omdat ik echt 10.000 dingen in had staan. Die ik wel wilde, maar niet op mijn must-have lijst stonden. Dus nu heb ik echt nuttige dingen opgezet, zoals kookboeken, meer delen van deze. De cd van deze volgens mij heb ik er ook nog op staan. Dus ja, ik heb er wel nuttige dingen op staan. Want ik had eerst ook heel veel eten en zo er nog op staan en dat soort dingen. Maar dat heb ik allemaal een beetje eruit gegooid. Dus nu heeft mijn ouders nog steeds wel keuze om te kiezen. En ja, ik weet nog niet of ik een vriendinnenfeest ga geven. Want ik weet niet hoe dat zit met de coronamaatregelen. Want ik kan het nu alvast gaan vragen. Maar voor hetzelfde mag ik straks alleen nog maar steeds 3 mensen uitnodigen. Niet dat ik er 10 ga uitnodigen of zo. Want ik had er sowieso maar 1 of 2 uitgenodigd. Dus... dat eigenlijk. Dat was het. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie graag weer met de volgende video. Doei!